Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom voor de derde opeenvolgende zaterdag vanuit de Breepleinkerk in Rotterdam, samen met mijn goede vriend Luc Budding, de jonge, talentvolle organist. En wat hebben we genoten van hem in de afgelopen weken. En voor vanavond heeft hij twee bijzondere werken op zijn programma. En die gaat hij straks zelf aan ons aankondigen. En Luc is een man die houdt van uitdagingen. Hij weet wat hij wil. Hij weet wat hij mooi vindt klinken op dit orgel. Het is niet zo dat pa Budding of ik hem een beetje helpen of het een beetje voor hem klaarzetten. Nee, hij kiest zelf de mooiste klankkleuren op dit orgel. Heel knap gedaan, op 11-jarige leeftijd al. Fijn dat jullie er zijn. Fijn voor het afstemmen op het programma, wat al jarenlang draait inmiddels en bekeken wordt over de hele wereld. Dank voor de donaties en bedrijven die een banner plaatsen. Daarmee kunnen we het voor iedereen gratis toegankelijk blijven houden. Vanavond ga ik beginnen met inleidend koraalspel op psalm 25. Een psalm die me na aan het hart ligt. Ten tijde van het ziek zijn van mijn vader heb ik hem vaak gespeeld en ook aan hem laten horen. En de laatste keer dat hij ernaar luisterde, zei hij: zie op mij in gunst van boven. Een van de coupletten uit deze mooie psalm. Daarover ga ik improviseren. Meditatief, rustig. Ter herinnering aan mijn vader. Psalm 25.
na deze prachtige psalm 25 een improvisatie over een andere psalm, psalm 98. En dat brengt ons in de sfeer van laat alle stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Daar wordt nog wel eens over gediscussieerd, hè? Of dat je nou wel mag klappen of niet mag klappen. Nou, hier staat van wel. Psalm 98 in de vorm van een toccata.
en na deze uitbundige improvisatie op Psalm 98 gaan we genieten van Luc Budding. En Luc komt er al aan en Luc heeft een prachtig programma gemaakt. Hey Luc, we hebben er de afgelopen weken ook al eens over gepraat met elkaar. En vertelde dat je al op 10-jarige leeftijd kerkorganist was, dat je op 9-jarige leeftijd diensten begeleidde. Wil je ook verder in de muziek? Jazeker, als je zo ver bent, dan wil je dat wel. Tenminste, dan zou het zonde zijn om te stoppen. Ja, precies. Maar wil je er later ook, of heb je er nog niet over nagedacht, beroepsmatig in door misschien? Ik zou er wel mee willen doen. Zo, top man. Ik vond het ook mooi dat je vertelde, ik vroeg vorige week aan je, vind je orgelspelen het leukste wat er is? En toen zei je van, ik vind het een van de leukste dingen die er zijn. En daarmee zeg je ook van, dat er ook nog andere dingen zijn die interessant zijn en die je ook doet. Ja, zeker. Ja. Wat doe je nog meer? Heb je nog meer hobby's? Buiten spelen, spelletjes spelen. Ja, dat is ook belangrijk, hè? Want vandaag de dag zitten de meeste mensen natuurlijk, jonge gasten, die zitten allemaal achter de iPad en achter met de telefoon zijn ze bezig. Maar buitenspelen is ontzettend belangrijk. Ik weet nog goed, toen ik jouw leeftijd was, dat is natuurlijk inmiddels heel lang geleden, dan tussen de middag, dan was ik thuis, ging ik thuis eten. Ik woonde in Dirksland op Vlakke. En dan piepte ik al naar buiten en dan riep mijn moeder, eerst terugkomen, eerst een kwartiertje orgel spelen en daarna mag je buiten spelen. En doe jouw moeder dat ook of doe je vader dat? Nou, in het begin is dat wel zo. Dan moet je al die saaie nootjes leren. Maar daarna, als je dan wil je gewoon een stuk kunnen. En dan wil je gewoon gaan orgel spelen om hem onder de knie te krijgen. Top man. Ja, ik vind dat heel erg mooi. Want je gaat nu ook weer twee stukken spelen waar ik van zeg van zo strakjes. Eerst ga je beginnen. Wat ga je eerst spelen? Neem mijn leven laat het eer van Jan Mulder. Oh ja, Jan Mulder. Ja, die is geëmigreerd naar Amerika. Ik heb vroeger hier in Nederland met hem samengewerkt. En dat is een heel rustig stuk, hè? Zeker, ja. Ja, ik heb wel eens eerder gezegd in zo'n opname dat ik wel van wat hardere, pittige muziek hou. Maar zoals in de vorige uitzendingen, dan doe ik ook soms wel wat rustiger dingen erdoor. Ja, dat doe je mooi. Maar dan komt dat prachtige stuk van Jan Zwart en daar gaan alle registers op, hè? Ja, eigenlijk letterlijk en figuurlijk. Prachtig. Een vaste burcht is onze God, ga je doen. Hè? Bij de vorige twee uitzendingen heeft je paap fantastisch goed geregistreerd. Maar die zei toch tegen mij, assisteer jij maar. Jij kent het orgel natuurlijk. En ik vind het een eer dat ik je bij jou mag registreren. Het eerste stuk doe je zelf. En bij een vaste burcht ga ik je helpen. Dus neem mijn leven van Jan Mulder en een vaste burcht van Jan Zwart. Veel succes, Luc. Maak er wat moois van.
Ja, wat mij opviel aan het prachtig orgelspel van Luc, dat is het, dat hij op zijn jonge leeftijd al zo volwassen speelt. Als je zo'n Vaste Burg van Jan Zwart hoort, dan denk ik altijd nog terug aan de uitvoeringen. Toevallig zaten we tijdens de koffie erover te praten. De koster Cornelis stelde wat vragen. Als je nou een Vaste Burg van Jan Zwart hoort, van Fijke Asma hoorde, of van een andere organist, of van Luc, iedereen doet het toch op zijn eigen manier. En ik vond dat het al zo ontzettend volwassen klonk. Echt heel veel respect en heel veel complimenten voor Luc. En geniet u ervan thuis. Ik ga afsluiten met twee improvisaties. En eerst een improvisatie op verzoek. Ooit ook in Rotterdam opgenomen. Alleen niet hier in de Breepleinkerk, maar in de Laurenskerk. Een improvisatie op Psalm 33, vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Thank you.
En daarmee kwam het briesend paard tot sneven. Ik ga afsluiten met een fantasie over de storm en de zee. En in de zomertijd dan, dan kom je wellicht, ik althans wel, regelmatig op het strand. En zoals ik pas in Katwijk aan zee. En dan geniet ik altijd weer van die prachtige beelden van de zee. En de ene keer is die heel rustig en de andere keer stormt het. En zo is het natuurlijk ook met de levenszee in ons eigen leven. En daarom is het altijd mooi om daarover te improviseren. Hoogtepunten, dieptepunten. De levenszee is altijd weer anders. Geniet van een fantasie over de storm en de zee.
En daarmee eindigde ik met een paar regels van een vaste burcht. Dat je erop mag vertrouwen, hoe ruig de zee ook mag zijn in je leven. Een vaste burcht is onze God, geïnspireerd op de prachtige uitvoering van Luc Budding van Jan Zwarts, vaste burcht. Hartelijk bedankt voor het afstemmen. We zijn er weer voor vanavond. Luc was 3 keer te gast en we gaan zeker in de toekomst nog veel van hem horen. Luc, van harte bedankt. Pa Erik natuurlijk ook voor het chauffeuren, voor het assisteren. Het is altijd weer mooi om jullie samen aan het werk te zien. Jullie thuis bedankt voor het kijken en luisteren. Heel graag tot volgende week. Dan komen we weer terug met een nieuw programma. Dank voor de donaties. Dank aan Wim de Penning voor het prachtige in beeld en geluid weergeven. En dank aan de gastvrije koster Cornelis van de Plicht van de Breepleinkerk. Morgen goede zondag. Voor straks wel te rusten. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed. Want we hebben elkaar.